wil toch niet zeggen dat ik onverstaanbaar ben geweest de hele tijd? Ja. Nou ja, niet hier, maar voor buiten, voor de stream. Oh, dat is handig. Ja, oké. Okay. Ja, ik kan dat niet meer helemaal overdoen, want dat heb je als je spontaan praat. Dan kan je dat niet helemaal meer overdoen. Maar goed. Ik begreep dat jullie Sophie Hermans, gewaardeerd collega van de VVD, ook gesproken hebben. En dat ze een mepper is, hoorde ik. Ja. Ja? Ik zal er eens een keer bevragen wat dat precies betekent. Maar zij heeft natuurlijk ook een achtergrond, ook als het gaat over de map. En ik ben ook heel benieuwd naar haar ervaringen. Dus ik ga haar ook even daarop vragen hoe dat was. Dus ontzettend leuk. Aan mij nu om jullie het woord te geven en om aan mij vragen te stellen. Maar misschien mag ik eerst een paar mensen van de tweede rij even vragen. Iedereen even, om even van jullie te horen bij de interruptie. Van hoe is het nou om hier te zitten? Ja? Zullen we dat eerst even doen? Het is altijd leuk een beetje te improviseren. Dus iedereen even van de tweede rij. Jullie mag zelf kiezen wie erop staat. Dit is je kans, hè? Ja. Verwarring alom. En misschien is het leuk als je... En dat vind ik ook leuk. Twee jongens en twee meisjes. Nou, 50-50. Ik zou aan je willen vragen... stel je even voor en geef antwoord op de vraag hoe het nou voelt om hier te zijn. Ga je gang. Je kan op de pedaal met je voet of op de knop drukken. Nu werkt hij? Ja. Luid en duidelijk. Voorzitter, ik ben Jasper Rusius. Ik ben 16 jaar. Ik kom uit Gelderland. En om hier te zijn is een prachtige ervaring. Ik moet persoonlijk zeggen, ik vind het op camera vind ik het altijd veel groter. Maar als ik er nu ben, voel ik me zo klein in dit gebouw. Het is een beetje heel dubbel op. Mooi. Ik ben prachtig om hier te zijn. Dank u wel. Dank je wel. Ga je gang. Voorzitter, ik ben Laura van der Linden. Ik kom uit Limburg. En ik vind het zelf ook echt een super ervaring om hier te mogen staan. En ik vind het ook echt een super mooie zaal. Dankjewel. Ja, hoi, ik ben Anna uit Drenthe, Anna van Kasteel. En ik vind het ook gewoon heel leuk om hier te zijn. En ook vooral omdat je het normaal gesproken op tv ziet en dan... Nu zie je het in het echte, mag je er ook nog zitten, zeg maar. En de stoelen zitten heel lekker. Dus kijk, helemaal goed. Ga je gang. Ik ben Jao Kalis. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben ook 16 jaar. En het is een hele speciale ervaring om hier nu te zijn eigenlijk. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als... iedereen heeft wel naar het moment toe geleefd. Dus ik denk dat het wel een mooie afsluiting en eigenlijk wel begin is van deze dag. Mooi. En wat doen jullie dit al goed? Voor het eerst aan de interruptiemicrofoon. Hè? Dat is echt ontzettend knap. Dus dank jullie wel. Daar heb ik nog een andere vraag, als dat mag. En dan gaan we gewoon het formele programma doen. Dus gaan we lekker weer zitten. Even kijken, welke rij zal ik doen? 1, 2, 3, 4. Nou, misschien de vierde rij. Eén iemand. Waarom ben je betrokken bij de politiek? En hoe krijg je de politiek tot je? Kijk je naar... Heb je de app op je telefoon of kijk je naar de televisie? Dus waarom vind je de politiek belangrijk? Ik ga ervan uit dat jullie de politiek belangrijk vinden. Dus van rij 4, graag ook één iemand. Kijk. Ja, we hebben nog... Is nog ruimte voor één iemand? Wie durft? En zo gaat het ook. Hè? De eerste die er is, krijgt het woord. Dat is dus ook al echt zoals het in de politiek gaat. Laat ik bij jou beginnen. Stel je voor en leuk om een toelichting te krijgen. Doet dit? Ja, oké. Okay. Ja? Voorzitter, ik ben Siem Rensen. Ik kom uit Zeeland. Ik ben 16 jaar. En dit begon eigenlijk allemaal als een grap met een vriend van mij om aan map mee te doen. Het is een beetje geëscaleerd. met politiek, ja, ik kreeg soms een NOS-melding. Ik kijk soms met mijn pa mee op televisie. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje. Ja, oké. Okay. Nou, zo zie je maar. Het begint klein en nu je eerste interruptie, denk ik. Ja, ga je gang. Ik ben Maria Hofmeijer. Ik ben 15 jaar en ik kom uit Groningen. Eigenlijk vond ik vroeger de politiek altijd nooit interessant. En ik vond het eigenlijk altijd onzin dat er überhaupt politiek bestond. Maar nu wel steeds meer. Oké, okay, dankjewel. Ga je gang. Ja, doen we het zo van naar rechts naar links. Ja. Voorzitter, ik ben Thijs de Voogd, 16 jaar oud, kom uit Middelburg, echte Zeeuw dus.
En ja, politiek is mij eigenlijk vroeger al met de paplepel ingegoten. Want mijn vader die zit nu al een jaar of 8 in de gemeenteraad. Dus het ging bij ons thuis de helft van de tijd over politiek. Dus ja, toen deze kans erbij kwam, dacht ik van... ja, ik ga meedoen met MEP. We gaan hier komen. Mooi, dank. Ja, voorzitter. Vroeger wou ik altijd koning worden. En ja, dat was gewoon een droom van mij. Dat kan, hè? Ja, zeker. En ik wil altijd alle macht in handen hebben. Maar ja, mijn ouders hebben me geleerd en ik ben ook opgevoed. En sinds een jaar of 10 heb ik ook een beetje interesse gekregen voor de politiek. En begon ik allemaal te leren hoe het ging. En ja, op school kreeg ik de kans om aan MEP mee te doen. En dat leek me echt direct al een hele leuke ervaring. En dat blijkt, want nu sta ik hier in de Tweede Kamer en hier heb ik hier mijn eerste interruptie. En ja, een geweldig gevoel. Mooi, dankjewel. En wat ik zei van wat kan, in je dromen kan alles. Koning worden is wel iets waar je over kan dromen. Maar wat natuurlijk wel kan, is gewoon de politiek ingaan. Dus ik ben heel benieuwd of ik één van jullie in de zaal later hier terugzie als Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid, provincie, gemeente of het Europees Parlement. Dus dank jullie wel, ga lekker zitten. Dan is het aan jullie om mij vragen te stellen. Want dat is ook onderdeel van het programma, toch? Ja. Ja. Wie heeft een vraag? Is hij aan van jou? Of is hij aan? Nee. Frankrijk. Ik hoor Frankrijk, ik help je even. Kijk eens hier. Oh, hij is wel aan volgens mij. Kan anders iemand van de techniek even kijken dat de microfoon deze doet? Frankrijk is aan het woord. Doet dit zo, voorzitter? Jazeker. Ja, voorzitter. Ik had een vraag. Hoe is het nou om in een verhit debat, zoals vorige week met Thierry Baudet, dat er mensen weglopen, hier in deze stoel te zitten en de orde te moeten bewaren? Ja, wat een goede vraag. Het zijn van voorzitter, ik heb dat ook wel eerder gezegd, het is geen wetenschap, het is geen wiskunde. Dus je moet reageren op wat er plaatsvindt. En ja... Als we kijken naar wat er vorige week natuurlijk gebeurde, greep ik in. Ik heb zeg maar het reglement van orde. Daar staan de regels in van de Tweede Kamer. Die hebben we met elkaar vastgesteld. En die pas je op dat moment toe. En ik was daarmee bezig. En in mijn ooghoek zag ik dat vak K, het vak van het kabinet, wegliep. Dus toen kon ik niet verder gaan met ingrijpen. Dus toen ben ik weggegaan. Heb ik de minister-president gevraagd van ja, we kunnen niet verder. Dus er moet echt iemand zijn van het kabinet. Toen kon ik mijn interventie afmaken. Dus het is soms improviseren. Het is geen exacte wetenschap. Je moet kijken wat er gebeurt in de zaal. En je bent ook geen robot. Hè? Dus het is niet zo van als u A doet, dan moet de voorzitter B doen. En dat maakt het ook een moeilijk métier, maar ook superboeiend. Dankjewel voor de mooie vraag. Dankjewel. Polen. Doet hij het? Ja. Voorzitter, ik wil graag vragen hoe u voorzitter bent geworden. Hoe ik voorzitter ben geworden? Dat is heel democratisch. Op een gegeven moment is er een vacature. De Kamer kiest zijn of haar eigen voorzitter. Dat is gewoon iets wat alles is hier democratie. Dus wat wel heel bijzonder is, normaal gesproken als jullie later gaan solliciteren, dan heb je een gesprek 1-op-1. Of misschien zit er nog iemand bij. Ik had daar een sollicitatiegesprek met de hele Kamer, wat live werd uitgezonden, wat 6 uur duurde. Dus ik heb mijn best gedaan om mezelf te presenteren. En uiteindelijk heeft de Kamer voor mij gekozen. En zo doen we dat eigenlijk elke keer. Dus het is een heel democratisch proces. En ik vond het wel heel leuk dat een collega naar de hand zei tegen mij van ja, ik wist het echt niet. Maar omdat jij dat zei, op dat moment dacht ik, ja, misschien is dat wel heel goed dat we dat nu wat meer hebben in de Kamer. Ja. Ja, dank. Duitsland? Duitsland. Het heeft iets van een songfestival, hè? Ja, beetje. Ja, iedereen krijgt 12 points. Hè? Ja, want we zijn onafhankelijk als voorzitter, dus iedereen 12 points. Ga je gang. Je moet even de pedaal indrukken met je voet of het knopje. Oh ja, zo doet hij, hè? Ja, helemaal goed. Ja, goedemorgen. U had het net over van hoe hebben wij onze politieke interesse een beetje ontwikkeld. Maar ik vroeg me af, hoe is het bij u begonnen? Ja.
Dankjewel. Ja, bij mij is het eigenlijk begonnen vanuit een gevoel vanuit de samenleving. Ik vind het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. En wat ik merkte, ik was altijd wel geraakt als mensen dat niet konden. Vanwege hun seksuele gerichtheid, vanwege wie ze zijn, waar ze vandaan komen. En toen dacht ik, daar wil ik me eigenlijk wel voor inzetten. Toen ben ik ook voorzitter geworden van het COC, omdat ik dacht, nou, ik wil vrijwilligerswerk doen. Ik was ook lid van de deelraad in Amsterdam, omdat ik dacht, ik wil wat voor mijn eigen buurt doen. Toen was ik op een gegeven moment bij een bijeenkomst en dat ging over de jeugd en over jongeren en de jeugdzorg. En op dat moment dacht ik, god, het zou wel heel erg mooi zijn als ik hier iets mee kan doen en dat ik iets voor jongeren kan betekenen. Ik was al heel lang lid van een politieke partij en toen werd ik op een gegeven moment gebeld van, zou je actief willen worden, wat meer willen doen? Toen ben ik naar een congres gegaan van D66 in mijn geval. Toen viel het kabinet en toen werd ik gevraagd om in de Tweede Kamer in te gaan. Maar ik vind het belangrijk om aan te geven dat het gevoel echt begonnen is bij de samenleving en de wereld wat mooier maken. Ik vind dat een enorme verantwoordelijkheid. Zoals wij hier zitten, hebben wij de mogelijkheden om dat te doen, om je in te zetten voor een ander. En dat is heel mooi om dat te kunnen doen. En in de Tweede Kamer, je kan het natuurlijk op meerdere manieren doen. Je kunt vrijwilligerswerk doen. Je kunt af en toe bij je buurvrouw aanbellen van, kan ik voor jou boodschappen doen? Dus dat doen kan heel dichtbij zijn en het kan heel algemeen zijn. Hè? Dus daar komt mijn motivatie vandaan. Ja, dat is wel een heel mooi iets. Dank u wel. Ja, ook bedankt voor de mooie vraag. Heeft u nog tijd voor nieuws? Zeker, ja hoor. Cyprus. Is het willekeur dat zeg maar Cyprus, het is niet zo dat... Heb jij iets met Cyprus of is het gewoon... Ja? Per provincie. Voorzitter, ik heb niks met Cyprus, maar ik vind het wel heel erg leuk en zo hoor. Maar... Okay. voorzitter, mijn vraag was, wat had u gedaan als u niet in de politiek had gewerkt? Ja, dat zullen we nooit weten. Hè? Ja, dat is een wat als vraag. Kijk, ik heb personeel en arbeid gestudeerd, bestuurskunde. En ik heb in al mijn functies heb ik altijd wel iets gedaan met personeel en met medewerkers. En dus de kans zou zijn geweest dat ik daar mee door zou zijn gegaan. Maar ik denk ook dat ik daarnaast altijd wel andere dingen zou hebben gedaan. Dus vrijwilligerswerk of wat maatschappelijke dingen. Dat denk ik. Maar zeker weten doen we het natuurlijk niet, want ik zit hier. Ja. Ja. Heeft u niet nog onderliggende hobby's, zoals bijvoorbeeld dansen of zo, die nog naar boven willen komen? Ja, nou, ik hou heel erg van muziek en heel veel verschillende soorten muziek, hoor. Dus dat varieert. Dus het is niet zo dat ik, laat ik zeggen, sommige mensen houden alleen maar van een bepaalde soort. Dat heb ik niet. Ik vind gewoon muziek gewoon lekker. Ik hou van wandelen, fietsen. Ik kom uit Amsterdam. Nou, in Amsterdam is altijd wel wat te doen. Dus ik vermaak me daar ook wel. Ik hou van musea, theater. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze, het zijn van voorzitter, wel heel veel tijd van je vraagt. Dus dat er wel wat minder tijd is voor hobby's. Maar goed, we hebben ook recessen en dan vind ik het ook heel leuk om lekker te lezen. Erg bedankt. Ja. Tijd nog voor even kijken. Nog twee vragen? Is helemaal goed. Ja? Hallo voorzitter. Dat kan jou, ja. Ik vroeg me af wat u het mooiste vindt aan uw baan. Wat ik het mooiste vind, zijn heel veel mooie dingen. He, dus veel mensen denken dat je als voorzitter de hele dag hier zit. Nu komt dat ook wel regelmatig voor. Gisteren zat ik het van 9:15 tot 10, geloof ik, of tot 9 uur. Dus dat is best een lange dag. Maar daarnaast heb je ook een rol om de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. In het buitenland, soms internationaal. Soms ook bij herdenkingen. En ik vind herdenkingen een heel mooi onderdeel van het vak, omdat het relativeert. Ik was vorige week bij de herdenking van het Oranje Hotel in Den Haag, waar mensen dus gevangen hebben gezeten op basis van wat ze dachten, op basis van hoe ze mensen hielpen. En als je dan ziet dat mensen vroeger gevochten hebben voor onze vrijheid, waardoor wij hier in vrijheid kunnen leven, dat relativeert. En dat zorgt ervoor dat je dingen in een breder perspectief ziet. En dat zorgt ook voor dankbaarheid. Dus ik vind dat heel mooi, omdat het een moment is dat je daarmee geconfronteerd wordt in alle hectiek en dynamiek. Vind ik dat altijd wel echt zeer waardevol. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Volgens mij de laatste vraag aan de... Voorzitters. Aan de voorzitters. Nou, kijk eens aan. Ja, dat vond ik wel een mooi einde. Dat is wel een mooi einde, inderdaad.
Kijk, en dat is ook mooi om te zien dat er iets gegund wordt. Daar hou ik ook altijd wel van. Ja, dank je wel ervoor. Ja. Hoe heet je trouwens, als ik vraag mag? Kom ook even naar voren, even kijken. Hoe heet het? Storm. Stel je even voor, want dat, kijk, mag ik dat ook gewoon even zeggen? Ik vind dat ook in de politiek, vind ik het heel mooi als mensen samenwerken en elkaar wat gunnen. Dus ik zou zeggen, stel je even voor en dan kan zij de vraag stellen. Maar vind ik ook wel leuk dat jij dit gewoon even doet. Ja, ik ben Storm, dus ik zal zo meteen mijn vraag stellen. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Maarsen. Uit Maarsen. Storm uit Maarsen, dank je wel dat je haar voor liet gaan. Ga je gang. Goedemorgen, voorzitter. Mijn vraag is, wat is belangrijker in de politiek, kwaliteit of het kunnen spelen van een politieke spel? Ik denk uiteindelijk heb je je eigen integriteit en je eigen drijfveren. Dus ik denk dat de politiek mooier wordt door voor de inhoud te gaan, door te gaan voor kwaliteit. Het is wel zo, ik heb vroeger gehoord, er zijn drie typen Kamerleden. Kamerleden die heel hard werken waar je nooit wat van hoort. Kamerleden die misschien wat minder hard werken waar je veel van hoort. En een tussengroep. En het is altijd een keuze waar je zelf voor kiest. En ja, een beetje media, aandacht hoort er ook bij. Mensen moeten ook weten wat je doet. Maar als je vraagt waar kiest u voor, dan zeg ik kwaliteit, samenwerking, elkaar wat gunnen en het land mooier maken. Dank je wel. Dank je wel. Dan geef ik heel graag de hamer over aan jullie eigen voorzitter, Marlijn Nijhuis. En ik wil jullie bedanken voor de hele mooie vragen. En het was mij een bijzonder genoegen om jullie hier te mogen zien. En ik zou zeggen, blijf je inzetten voor politiek, samenleving. En wie weet zie ik jullie hier over een tijdje of op andere gremia. Bedanken. Dankjewel. We hebben ook een kleinigheidje voor u, omdat u hier wilde spreken. Dus dat mag ik u overhandigen. Oh, wat leuk zeg. Nou, dankjewel. Het zit een chocolaatje, dus dat is lekker. En een heel mooi boek van Bert van der Braak, Haagse Bespiegeling. Daar ben ik heel blij mee. Alsjeblieft. Dank jullie wel, hè. Merci en een fijne dag. APPLAUS.